Dit programma wordt mogelijk gemaakt door de Terborgse ondernemers W Damesmode, Lifestyle to Be, Maluuk Kappers, Hotelrestaurant De Rode Leeuw en Tiele Mode. Nou, weer een nieuwe aflevering van Omdat Jij Het Bent. En we gaan weer iemand verrassen. En dit is nog maar het begin. En we moeten hier aan de overkant zijn. Het is dat fijne gevoel als jij bij me bent. Niemand anders die mij zo goed kent. Nu ben ik het die jou is verwend. Hier ben ik omdat jij het bent. Hier ben ik omdat jij het bent. Nou, we zijn dus vandaag in Zevenaar om een jong iemand te verrassen. Ja, jonge mensen kunnen natuurlijk ook heel veel betekenen voor hun ouders. En zij heeft heel veel betekend voor haar ouders. En dit zijn de ouders. Hallo. Hoi. Monique, ik geef de bosbloem alvast aan jou. Ja, oh, leuk. Ja, jullie hebben dochter opgegeven. Mag ik vragen waarom? Nou, zij heeft mij ontzettend gesteund de afgelopen 3 jaar. En ik heb 3 jaar geleden 7 jaar gehad. En, wat is dat? Een herseninfarct. Oké. Okay. Ik heb er 2 achter elkaar gehad. De tweede met moederdag. En ik heb een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Een tijdje hier in de revalidatie op Liemerijen. En nu loopt zij hier de stage, heel toevallig, op een andere afdeling dan waar ik gelegen heb. Ja. En nou wordt zij in de watten gelegd. Nou, ik zag het op tv. Ik denk, het is echt iets voor Christa om te doen. Dus... Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze gaat vinden, maar... Ik ook. Ik vind het superleuk voor haar. Ik vind het er ook heel erg. Zullen we naar binnen gaan dan? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, okay. Heel erg leuk. Wordt het niet tijd dat ik jou vertel hoe bijzonder ik je vind? Natuurlijk zeg je, ach, dat weet ik wel. Maar dit is wat ons samen bindt. Het is dat fijne Kijk dat gezicht dan! Ja, Christa, kom er even bij! Nee. Hey Christa. Nou, ik weet dat je niet houdt van alle aandacht, maar ik vind het zo leuk. En je hebt het echt zo verdiend. We hebben zoveel meegemaakt. Dus ik hoop dat we een geweldig leuke dag gaan beleven. Natuurlijk zeg je, ach, dat weet ik wel. Maar dit is wat ons samen bindt. Ja, wat we gaan doen, Christa, is... zo, even mijn tranen weg. Wij gaan vandaag een hele mooie, lekkere verwenddag. Je gaat helemaal in het zonnetje staan. Ik zou zeggen... Laat het over je heen komen. Ja, dit hebben jouw moeder, je vader en je broer voor jou geregeld. Gewoon om dat jij het bent. Hier ben ik die jou is verwend. Hier ben ik omdat jij het bent. Hier ben ik omdat jij het bent. Ja, Christa. En nu? Wat gaan we doen? Ja, jouw ouders wilden jou in het zonnetje zetten. Dus we hebben een hele verwendag voor jou. En we gaan nu naar de eerste locatie. Ik zou zeggen, laat het gewoon allemaal over je heen komen. En gewoon genieten, oké? Okay? Oké. Okay. Okay. Kom, we gaan. We gaan naar een schoonheidsspecialiste. We gaan jou eens even helemaal lekker laten verwennen. Oké. Okay. Ja? Ja. Cremetjes. Massage. Brigitte is hier ontzettend goed in. Dus ik zou zeggen, laat het over je heen komen. Hi Brigitte Gregoa. Christa Joost. Welkom bij Lifestyle to Be. Goedemorgen Christa. In deze salon gebruiken we ook heel veel aromatherapieën. Om dat dadelijk als een extra dimensie toe te voegen voor jouw huid en voor een aangename geur. Gaan we even kijken wat voor jou eventueel toepasbaar zou zijn en vooral wat je dan een prettige geur gaat vinden. En als ik even naar jouw huid kijk, heb je het idee dat het wel wat strakker voelt? Ja. Ja, een beetje vochtarme huid. Wat bij jou zou kunnen passen en dan mag je zelf ruiken wat je prettig vindt. Goed, gaan we die toevoegen bij de behandelingen in de salon. Christa, ik ga nu de druppels van de aromatherapie wat je net hebt uitgezocht, die breng ik nou ook aan
in het water in de bol. Waardoor je dus dadelijk ook de geur hier nog weer gaat ruiken. Waardoor het weer terugkomt. Je gaf net al aan dat je een trekkerig gevoel hebt. Klopt het dat je dan ook heel weinig water drinkt? Ja. Dat doet de jeugd en ook wel de volwassenen steeds minder. Ja. Dat komt omdat je huid dan van binnenuit aan het uitdrogen is. Dus ik adviseer je om in ieder geval veel water te gaan drinken. Ga je huid reinigen. Doe je dat 's avonds ook wel eens? Zelf? Om je make-up eraf te halen? Ik vergeet het vaak. Ja, moet je proberen om dat wel te doen. Want tot aan je 20ste levensjaar bouw je je huid op. Okay. Van je 20ste tot je 30ste. Dan staat hij een beetje stabiel. En vanaf je 30ste begin je al een beetje weer af te takelen. Mm. Nou, dat had je vanmorgen niet verwacht, of wel, Christa? Nee, helemaal niet. Ik overviel me heel erg. Ja? Ja. Maart 2011 heb ik een infarct gehad. Die was wat lichter, had ik een hersenstam. En 6 weken later, met moederdag, kreeg ik rechtsuitval. En toen ben ik in het ziekenhuis beland, verpleeghuis, een tijdje Klimmerdaal, een aantal maanden. En ondertussen zat Christa in examenjaar. Heftig. Dus, ja, dus die heeft wel met hulp van iedereen heeft het examen wel gehaald. Maar die heeft wel de afgelopen 3 jaar heeft het niet makkelijk gehad. Nee. En ze was toen 16 en dan is het niet makkelijk als je moeder heel veel Benis. Op bed ligt. En in het begin ben ik heel veel weg geweest. Ja. Dus... En Christa zorgde toch wel dat elke avond het eten klaar was, als ik thuis was aan het werk. En ja. Ja, ik moest heel die op en neer kleppen aan hem, naar mijn ik toe. Ja, ja, ik deed dan thuis gewoon meer dingen. En, ja, als moest je dat er ook nog allemaal bij doen. De peeling werkt voor de dode huidcellen. Als de peeling er dan afgaat, dan zie je ook weer een hele nieuwe, frisse huid. Maar wat doet het dan ook gewoon met jullie beiden? Ik bedoel... Je bent een koppel, je bent getrouwd, je bent jong en fris en ieder doet zijn ding. En dan ineens heb jij een herseninfarct en dan verandert alles. Ja, dan verandert echt voor mij de hele wereld. Ja. Maar voor jullie beiden denk ik wel, toch? Ja, het is heel erg wennen. Ja. We zijn nog steeds aan het wennen, aan het zoeken wat... Ja, dat is een hoop dingen dat ze dan niet meer kan. Hè. Dan lopen ze even eentje om anderen in het bos of... Ja. Moet dat niet te lang zijn, dan gaat het niet. Christa, ik ga nou de basis massageolie pakken. Ja. Daar ga ik je mee masseren. En dan voeg ik dus 2 druppels olie weer toe die je straks hebt uitgezocht. Oké. Ruik je het? Ja. Komt hij weer terug. En het is een aromatherapie, dus dat trekt ook nog weer in de huid. Da-da-da-da! Nou, wat zie je er mooi uit. Oh, maar je huid glimt ook helemaal. Hoe voel je je? Ja, dat was wel bijzonder. Ja? Ja. Ik heb als aandenken nog een pakketje voor thuis gemaakt. Zit ook nog wat voor u in. Daar kunt u ook nog even lekker nagenieten. En ook aangepast op jouw huidtype. Dus geniet er nog van, Christa. Bedankt. Hele prettige dag nog. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, want... Ja, zullen we het gewoon maar zeggen? Wat gaan we nu doen? Ja, ik ben even benieuwd. Jij weet het. We gaan nu naar de kapper. Wat doen we? Alles eraf. Nee hoor. Nee, wat jij wil. Hier, dit is Maluuk Kappers. En nou, hier ben je in goede handen. Dan gaan we eens even kijken. Waarmee we jou blij kunnen maken. Deze even uit, wat een lange lengte zeg. Zo. Heb je er lang over gedaan? Ja, 19 jaar. 19 jaar, zo. En je wilt het ook graag blijven houden? Ja. Lange haren? Ja. Als je lang haar hebt, wil je het ook graag lang houden. Hè? We gaan het dan zo knippen, dat iets in lagen knippen. Ja. Ja, dat we wel de lengte houden. De kleur vind ik eigenlijk best wel mooi. We zouden eventueel hier een paar highlights nog in kunnen doen. Ik kan al bijna op de grond gaan liggen met de lange haar van jou. Dus even een eindje naar beneden hier. Dan gaan we het overcrossed knippen. Denk je nu niet van, oeh, daar gaat best wel veel af.
kunnen eventueel eens even gaan kijken, want we kunnen het 200 keer vergroten om eens te kijken hoe de conditie van je hoofdhuid is. Je kunt wel een beetje een vorm zien dat de hoofdhuid toch wel redelijk droog is. Kijk, dit zijn de haren, pigment van het haar ook. En je ziet hier overal de bloedvaatjes, dat die echt, de doorbloeding van je hoofdhuid is goed. Het is alleen de oppervlakte is een beetje droog. Ja. Dus we moeten daar even iets aan doen. En het kan zijn dat, dat het dan gewoon ook prettiger weer aanvoelt, je hoofdhuid. Ja. Nou, we zetten nu een kleur in, een blondering. Hey Monique. Hé, hey, ja. Ik vind het best vermoeiend, zo'n ontspanningsdag. Ja, wel leuk hoor, maar wel, ja. Wel vermoeiend. Ja. Weet je wat, ik vind dat wij dat ook verdienen. Dus ik zeg start. Oeh. Ja, lekker. Doet hij nog steeds niet? Jezus, Monique, man. Ik kan met jou toch ook geen televisieprogramma maken? Aan. Ja. Mijn. Doet hij het nu? Oh ja. Maar vind je het lastig? Want een moeder behoort natuurlijk gewoon een moeder te zijn, ja, en te zorgen voor de kinderen. Maar vind je dat lastig dat je dat sommige dingen nu uit handen moet geven? Ja, dat is vind ik het moeilijke eigenlijk hoor. En dat mijn dag, elke dag is anders. Ik kan ook niet zeggen van morgen gaan we dit doen. Oh, leuk. Energie ga je dan, dat is, zo gaat dat bij mij. Iedere dag, elke dag is anders. En dat vind ik wel eens heel lastig hoor. Maar dan hebben hun dan wel alle begrip voor. Dat is wel fijn. Ja. Dat is mooi. Want je ziet het ook niet aan mij, hè? Ik bedoel, nee, dat vind ik, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, los dat ik 30 kilo bij heb gekregen, maar je ziet het niet aan mij. Dat ik wel heel erg moe, ja. Nee, maar dat is wel het vervelende. Dat ook heel veel mensen het vergeten, hè? Je bent onzichtbaar ziek. Soms zou je dus inderdaad gewoon liever willen dat ze het echt kunnen zien. Ja, je kunt beter gebroken been hebben. Ja. Dan houden ze ook wel rekening met je. Ja. En behalve het haar wordt hier bij Malu Christa's make-up natuurlijk ook gedaan. Ik zou eerst even een lichte foundation aanbrengen. Ik ga nu even de eyeliner aanbrengen. We hebben net even de oogschaduw, die hebben we wel lekker rustig gehouden. Dat we de ogen ook rustig gaan opmaken. En de lippen laten knallen. Dan brengen we nu even de mascara op. Lekker volle wimpers. Dan gaan we nu even de lippenstift aanbrengen. Wat vind je er zelf van? Ja, heel mooi. Ja, dit is wel een beetje wat je gewoon wilde, hè? De krullen. Ja, ik vind dit ook leuk, weet je. Ja. Ja, maar het is maar heel, soms is het heel eenvoudig, hè? Ja, is ook. Maar je moet die eenvoud even weten. Ja, leuk. Klaar voor de volgende verrassing? Vertrouw je me? Ja. Een paar andere lekkere dingetjes van Malu Kappers. Dus, nou, hè? Ja. Nou, heel veel plezier ermee. Ja, en en wie weet wat er nog verder komt. Wat vind je ervan? Leuk. Ik vind je er onwijs mooi uitzien. Ik moet wel zeggen, t-shirt, spijkerbroek, ja, dat kan beter. Ja. En daar gaan wij gewoon met dit programma voor zorgen. Oké, let's go. Leuk. Gaan jullie mee, paps en mams? Maar wij vinden eigenlijk, ja, bij zo'n schoonheidsbehandeling, nieuw kapsel, make-up, hoort natuurlijk een nieuwe outfit. Ja. Ja, vind je het ook? Mm-hmm. Ja? Ja. Nou, ik ben blij dat je het ook vindt, want we gaan hier naar binnen. Oké. Okay. Hallo. Hi. Nou, dit is Christa. Hi, Letitia. En paps en mams. Hi, Letitia. Hi, Letitia. Ja, en Christa is de gelukkige. Zij wordt vandaag in het zonnetje gezet, dus wij dachten toch wel aan een nieuwe outfit. Wat vind je van zoiets bijvoorbeeld?
met een vestje erover, iets met een watervalhals. Ja. En dan dacht ik zelf aan bijvoorbeeld met een wat felle vestje erover. De kleur die je makkelijk over van allerlei hemdjes aan kan trekken. Dus je kan er ook bijvoorbeeld een wit basishemdje onder dragen of iets. En ik weet niet of je zoiets leuk vindt met zo'n broekronde. Vind je dat mooi of heb je zoiets van mooi? Dit moet je aanzien. Je moet helemaal zeggen wat je zelf leuk vindt, ook als je iets niet leuk vindt, want het is jouw feestje vandaag. Ja? Ja. Draag je wel eens jumpsuits? Nee. Vind je dat leuk of heb je nog nooit aan? Ik heb nog nooit aangehad. Dit is eentje die je echt even aan moet zien. Met bijvoorbeeld een wat rozige hemdje eronder en dan kan ook zo'n vestje als dit kan er weer overheen. We gaan eerst even beginnen met passen. Dan kun je gelijk zien of je het leuk vindt. En als je het leuk vindt, dan laten we het even hangen. En als je het niet leuk vindt, dan kijken we wat er anders bij kan. Ja? Ja. 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 Flirt je wel heel erg op, moet ik zeggen. Ja, qua kleur vind ik het ook heel leuk. Wat vind je er zelf van? Ja, ik vind het wel leuk. Het is het niet helemaal? Ja. Nou. Volgende outfit. Is heel makkelijk. Het is jouw dag. Ja, die staat echt... Die zit je als gegoten. Ja. Maar ik denk dat ik dan liever die... Deze erbij pas. Ja. Nou, ik zeg passen. Ja. Het kleurtje staat je heel erg goed. Kijk eens even in de spiegel. Zie je dat het met een riem net weer dat ene verschil maakt, omdat je er een mooie grote gesp voor hebt? Ja, dat is leuk. Ja, dit vind ik ook leuk. Ik vind dit kleurtje wel heel erg mooi bij jou. Wat vind je zelf? Ik vind het heel leuk. Ja, hè? Ja, met een riem er ook bij. En als we kijken, als we er een wit hemdje onder doen. Ja. En dan mag je de knoopjes nog wel iets verder los doen. Ja. Ja. Wat vind je zelf? Het witte maakt het wel... Fris, hè? Ja. Ik vind juist een witte er leuk bij. Ja. Leuker dan een andere kleur, want het contrast is gewoon is er veel meer als je de witte onderdraagt. Je kan het blouseje zeker doordragen. Mm-hmm. Straks mocht het wat kouder worden, kun je het op een zwarte broek dragen en dan zou ik er een zwart hemdje onder doen. Ja, met zwarte schoenen. Ja. Ja. Ja, pa. Staat je dochter dan? Ja, prachtig toch? Nieuwe outfit. Ja, super. Mooie kapsel, make-up. Wat doet dat dan als vader? Ja, daar word je wat meer een beetje trots op. Zo. Ja? En dat ziet, dat ze zo in het zonnetje wordt gezet. Ja, dat vind ik wel. Ja. Hey Christa. Nou, opgegeven eigenlijk door je moeder, door je ouders. Ja. Je moeder heeft een herseninfarct gehad. Ja. Dingen veranderen. Wat doet dat met jou? Wat moest jij veranderen? Ja, eigenlijk heel veel. Ja? Ja, alles is veranderd. En je komt naar thuis en dan moet je... Ja, je kan niet echt op de bank gaan zitten en denken van... Zo, nou heb ik rust. Maar ja, je komt thuis en dan ga je vragen van... Kan ik nog helpen? Kan ik iets doen? Moet ik nog iets doen? Ja. Het is toch allemaal anders. Ja, alles is anders. Ja. Je hele ritme, ja. En ging dat van nature of... Ja, ik kan me ook voorstellen dat je af en toe denkt, ja, hallo, ik wil ook gewoon even... Ja, dat heb ik soms ook wel eens, maar dan heb ik toch wel weer... Ja, dan zie ik dat mama toch moe is. En dan denk ik van, ja, ik doe het toch maar wel voor haar. Ja. Ja, want je wilde toch helpen en dingen uit handen nemen en makkelijker maken voor haar, want je ziet... Dat ze dingen lastig vindt en moeite mee heeft. Ja, ja dat doe je toch. Ja. Ja. Kijk, ik heb de kleding die je aan had in de tas gedaan. Heel veel plezier met je nieuwe setje. Ja, dankjewel. En ik hoop dat je een super geslaagde dag hebt gehad. Ja. Nog heel veel plezier ervan. Ja. Nou, zullen we gaan? Ja. We nemen paps en mams mee. Ja. En dan met je nieuwe outfit, je nieuwe look. Ja. Gaan we erop uit. Ik vond het een hele leuke dag. Wat vond jij ervan? Ik vond het ook heel leuk. Ja? Ja. Nou ja, dan wil ik bij deze jullie bedanken en afscheid nemen. En weet je,
Misschien moeten we gewoon nog even niet afscheid nemen. Misschien moeten we gewoon nog even... Wat vind jij, mama? Nog even een hapje eten? Oh, ja. Ja? Super, ja. Zullen we gewoon nog even lekker naar een restaurant gaan uit eten? Voor een mooie afsluiting? Ja, gezellig. Ja? Ja. Nou, gelukkig dat je het gezellig vindt, want ik heb al gereserveerd. We gaan hier naartoe. Goedemiddag. Hi. Hi Christa. Hi. Ik ben Hanneke van de Rood Leeuw. Hi. Is paps en mams? Hanneke, hi. Hi. Welkom bij de Rode Leeuw. Dat had je vanmorgen niet verwacht, waarschijnlijk, toen je wakker werd. Nee. Helemaal niet. Nee. Heb je een leuke dag gehad? Ja. Ja? Ja, dat was heel leuk. Ja? En nu gaan jullie lekker een hapje eten. Om de dag helemaal compleet te maken. Ik heb hier een hele mooie tafel voor jullie. Ja. Dat jullie lekker de hele avond kunnen vertoeven. Ik ga mijn collega even halen voor een lekker drankje om mee te beginnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom allemaal. Alvast een welkomstdrankje. Overheerlijke prosecco. Kijkt u eens. En natuurlijk voor mevrouw. Dank u wel. Alsjeblieft, wat smaken. Ja, dank u wel. Nou, proost hè. Proost. 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 We hebben vandaag een variatie voorgerecht gemaakt voor Christa en haar ouders. Met onder andere een lauwwarme duivenborst, een 10 jaar gedroogde Italiaanse ham, gerookte eendenborst, gerookte rundelende en gebakken kalfstukjes geblust met rode wijn. En dat wordt weer smullen voor Christa en de ouders. Zo, kijk eens. Het voorgerecht. Dat ziet er goed uit. Laat u smaken. Hey, jullie zitten aan het voorgerecht. Smaakt het? Prima. Heerlijk. Zal ik even het hoofdgerecht gaan checken? Ja, mag. Ja, kijk wat de pot schaft. Ja. Remco, het hoofdgerecht voor het prachtige gezin. Wat hebben we? Nou, vandaag hebben we een varkensmedaillonnetje met champignons en gekruid ei eroverheen. En dan even gegratineerd. En een kalfshaarsmedaillonnetje gegrild met rozemarijn, knoflook en een tomaatje. Natuurlijk een aardappelpannenkoekje met de kruiden. En alles weer vers? Ja, en alles weer vers. Zal ik het meenemen? Ja, dat mag. Ja? Ik weet het, Wouter. Jij kan het beter dan ik. Maar het ziet er wel heel erg mooi weer uit, hè? Jazeker. Je zou bijna... Hallo, hallo. Ja, Wouter die kan het beter. Ik kan het ook uitleggen. Ik zet hem gewoon neer. Alsjeblieft, Christa. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Laat het smaken. Komt zo dadelijk nog wat salade bij. Ja, dan zit mijn taak er eigenlijk nu op. Oké. Heb je genoten? Ja. Ja? Ik wens jullie nog een hele fijne avond samen. Ik vond het weer mooi. En nou, wie weet. Tot de volgende keer. Eet smakelijk. Heel erg bedankt. Mogen we jullie ook hartstikke bedanken. Nou, graag gedaan. Heel erg bedankt. Dankjewel. Ja, heel bijzonder. Geniet ervan, hè? Dankjewel. Nou, weer een mooie dag en weer een mooie aflevering van Omdat Jij Het Bent. En je kan nog steeds iemand aanmelden. Gewoon iemand die veel voor jou heeft betekend. En dat kan allemaal via www.omdatjijhetbent.tv. En wie weet, zie ik jou volgende week wel. Het is dat fijne gevoel als jij bij me bent. Niemand anders die mij zo goed kent. Nu ben ik het die jou is verwend. Hier ben ik omdat jij het bent. Hier ben ik omdat jij het bent. Dit programma werd mogelijk gemaakt door de Terborgse ondernemers W Damesmode, Lifestyle to Be, Maluuk Kappers, Hotelrestaurant De Rode Leeuw en Tiele Mode.